De vergadering zelf van buurtbewoners in een café aan het Moorkensplein in Borgerhout was verboden terrein voor de pers. Maar achter een cactus ontwaarden we toch een boegbeeld van groen. De groenpolitici informeerden boze buurtbewoners over de vergadering voorbije woensdag met het stadsbestuur. Er komt wel een verkeersluw Moorkensplein, maar geen stadspark zoals nochtans met het vorige stadsbestuur was afgesproken. De stad heeft gezegd dat ze willen starten met de aanleg van het plein en dat men het Moorkenspark wil herbekijken. Nu, voor ons is dat een gegeven en wij willen dat samenhouden. Juist omdat die unieke gelegenheid daar is, er is blijkbaar een onderzoek geweest, waar er meer open groene ruimte kan komen tussen de Turnhoutse baan en de Plantijn-Moretische Lei. Er bleek geen enkele andere site geschikt te zijn, dus het is een unieke kans die we moeten grijpen. De actievoerders laten het hier niet bij. Er is genoeg onderzoek, planning en discussie geweest over plein en stadspark, zeggen ze. Ze gaan over tot een grote posteractie om meer druk te zetten. Ik denk dat als we die affiche-actie willen doen, dat we al veel werk hebben. En we willen dat eigenlijk op 8 maart, is er blijkbaar hier op het Moorkensplein, is er een slotactie voor buurt aan de beurt. En daar willen wij zeker ook wel gebruik van maken om daar ook iets te doen. De actiegroep heeft nog een verwijt voor het stadsbestuur. Ik denk dat het inderdaad heel weinig communicatie is vanuit de stad uit en dat wij daarom eigenlijk zo in onze wiek geschoten zijn.